Ik sta hier achter mij in mijn rug, is de Pathé Bioscoop van Leidsche Rijn. Ik heb daar de afgelopen weken twee keer de documentaire Moon Age Daydream gezien. Een documentaire die ongelooflijk veel indruk op mij heeft gemaakt. De eerste keer dat ik uit de bioscoop kwam, was ik samen met mijn vrouw. Zij drukte mij als het ware twee vragen, splitste ze me in mijn maag en vroeg daar spontaan mijn reactie op. Die heb ik gegeven, vers van de pers, fris van de leven. Dat ging als volgt. Hoe heet die en wat vond je ervan? De film heet Moon Age Daydream, naar een song van de LP Ziggy Stardust. Ja, ik weet niet precies wat we gezien hebben. Ik zit echt vol indrukken. Het was waanzinnig. Je wordt meer dan 2 uur lang word je in beeld en geluid word je, het Bowie-universum ingeslingerd. En ik ben wel goed op de hoogte, dus ik hoor en zie dingen die ik ken. Er zijn ook veel beelden, met name filmbeelden, die ik niet kende. Ik raak gewoon overdonderd door de creativiteit van deze man. Maar ook er zit best veel tekst in de film. Fragmenten van interviews. En het zijn eigenlijk allemaal hele mooie, diepzinnige zinnen, waardoor je ook de neiging krijgt, dat wil ik teruglezen en ik wil er nog eens over nadenken. En niet alles komt ook meteen binnen, zal ik maar zeggen. Maar je hebt gewoon bijna zin om het meteen weer te zien, terwijl het nu veel te veel van het goede zou zijn, want je wordt 2 uur lang wordt je heen en weer geslingerd. Wat een creativiteit en een originaliteit en wat een moedig mens. Dat is wel wat hij voortdurend zegt, van ik wil niet in herhaling vallen. En als het iets is wat ik al ken, dan wordt het saai en dan moet ik op pad, dan moet ik ergens anders naartoe. Want anders wordt het middelmatig. Maar dat vergt ook ongelooflijk veel moed, want je maakt het jezelf niet makkelijk. Als je voortdurend op zoek wil naar nieuwe manieren van uitdrukken, nieuwe taal, nieuwe muziek, letterlijk nieuwe muziekinstrumenten, andere werelden. Je moet jezelf voortdurend in beweging houden. En dat vergt ook ongelooflijk veel energie en moed. Als je het ziet, weet je, je voelt jezelf ook een beetje ineens schrompelen tot een heel middelmatig, klein, burgerlijk mannetje. Want wie ben jij in vergelijking met zo'n groot kunstenaar? Maar ja, daar moet je helemaal niet mee vergelijken. Daar moet je vooral door laten inspireren. Dat weet ik wel. En wakker schudden. Maar je krijgt wel een prachtige blik op zijn universum. Waar het hem om draait. Om de thema's. Om isolement. Om chaos. Buitenstaander zijn. Proberen de cultuur en de samenleving waarin je leeft te begrijpen. Nou, kortom, geweldige film. Genoeg gezegd. Het is vandaag 8 januari, de geboortedag van David Bowie. Hij zou vandaag 76 jaar geworden zijn. Het is inmiddels enkele maanden na de documentaire Moon Age Daydream. Ik ben er nog van aan het bijkomen. Ik wil vandaag heel even stilstaan bij de kern van het kunstenaarschap van David Bowie. David Bowie was iemand die, daarvan zou je kunnen zeggen, die wilde altijd vooruit. Stilstand was achteruitgang. Je bleef niet op een plek die je kende, een plek die je succes opleverde. Het grote risico zou zijn dat je in de verleiding komt om jezelf voortdurend te herhalen. En dat kan niet de bedoeling zijn van het leven. Dus hij wilde vooruit, hij wilde naar nieuwe plekken, nieuwe culturen, nieuwe instrumenten, nieuwe technieken, nieuwe mensen,
zichzelf uitdagen. En hij wilde voortdurend tekst, beeld en geluid met elkaar combineren en kijken waar hem dat brengt en wat dat zou opleveren. Vandaar ook dat voor hem het woord verandering een kernwoord is. En al vrij vroeg in zijn carrière op de cd Hunky Dory schreef hij het lied Changes. En eigenlijk is dat een belangrijk woord om te begrijpen wat David Bowie bezielde. En in de documentaire Moonage Dream Team zie je nog eens heel goed dat de kern van zijn kunstenaarschap is geworteld in chaos. Het begrip chaos. En chaos, dat zou je kunnen verstaan als vervreemding, een filosofisch begrip. En in de manier waarop Bowie het begreep, was het vooral dat mensen en ideeën en ervaringen op elkaar botsen en niet echt contact met elkaar maken. En op maatschappelijk, persoonlijk vlak kan dat leiden tot waanzin. En dat is in zijn privéleven nadrukkelijk aan de orde. In de familiegeschiedenis van zijn moeder. Daar zit schizofrenie en bipolaire familieleden. En op maatschappelijk vlak kan het leiden tot chaos. Mensen en ideeën maken geen contact met elkaar. En een van de manieren voor Bowie om als het ware om te gaan met die chaos is daar in zijn kunst tijdelijke ordeningen in aan te brengen. Dus hij wilde de thema's uitpakken en de chaos als het ware te lijf te gaan door die in zijn kunst te vatten. En een belangrijk voorbeeld daarvan, en het is ook nog een vrij recent voorbeeld, dat is op zijn comeback cd, Where Are We Now, of nee, The Next Day, sorry. Daar staat het lied Valentine's Day op. En de song doet vermoeden dat het om een liefdesliedje gaat, maar niets is minder waar. Valentine is een scholier die een shooting gaat doen op de school waarop hij naar school gaat. En geweld is een van de thema's natuurlijk waarop chaos zich uit in de moderne maatschappij. En Bowie woonde in Amerika en ik zal niet zeggen dat daar shootings aan de orde van de dag zijn, maar het gebeurt helaas wel heel regelmatig. En deze song wil als het ware de thematiek van geweld en wapenbezit beschrijven en onder de aandacht brengen. En Bowie niet zijn als hij niet ook in de videoclip citeert in een beeld uit de werkelijkheid. Er is namelijk een beroemde Amerikaanse acteur, of een Brit, dat weet ik eigenlijk niet eens, Charles Heston. Die speelde onder andere in een van de eerste grote evenementenfilms, Ben Hur, speelde hij de hoofdrol. En die was aanvankelijk een linkse activist in de gelederen van Martin Luther King, maar is helemaal naar de andere kant opgeschoven en is een aanhanger geworden van wapenbezit. En hij was een veelgeziene gast op de National Rifle Association. Dat is de lobbyorganisatie die wapenbezit promoot. En hij heeft daar een toespraak gehouden, of meerdere keren geloof ik zelfs. En uiteindelijk houdt hij zijn hand aan het eind van een toespraak met een gun in zijn hand. En hij zegt dan, I'll give you my gun. Of je kunt, ik moet het even in het Nederlands zeggen. Je mag het wapen uit mijn handen trekken pas als ik dode handen heb. Dus ik geef niet eerder mijn wapen op dan dat ik dood ben. En je kunt verder nog wat voor beleid verzinnen of niet. Maar dat is zoals ik erin zit. Ik zal even kijken, want ik heb die zin ergens opgeschreven. I'll give you my gun when it's torn from my gold dead hands. En die uitspraak, dat is een soort leuze, een soort motto geworden voor die hele rechtse wapenlobby. En Bowie begint de clip met een rood gespoten gitaar en hij heeft hem zo in zijn hand en gaat hem daarna voor zich houden en spelen. Ik zal onderin de beschrijving een linkje doen van de clip. Kijk hem zeker. En ik zal nu midden als eer ter ere van Bowie's 76e verjaardag
zal ik de clip even laten horen. Genoeg, er is allerlei reden om deze clip straks even zelf op je gemak te beluisteren. Ik vind het van belang, vandaar deze vlog, dat kunstenaars als David Bowie beluisterd blijven worden, niet vergeten worden, omdat ze bij deze tijd passen en echt iets te zeggen hebben. En nou, heb een fijne verjaardag en tot een volgende keer.